Brenda, superleuk dat je er bent. Ik deed laatst mee met de Strong Viking Run, was via John West. En toen hoorde ik jouw naam vallen als voedingsdeskundige. En het leek mij hartstikke leuk om jou een paar vragen te stellen. Omdat ik ook altijd met het weekmenu bezig ben en dat zo goed mogelijk probeer te doen. Mm-hmm. Wat is nou eigenlijk een do? Wat moet ik vooral wel doen voor het weekmenu? Het belangrijkste in een weekmenu is variatie. Eat a rainbow, dus echt zoveel mogelijk kleuren qua groentes, qua fruitsoorten. En zodoende krijg je alle vitamines en mineralen binnen. Dus variatie is het allerbelangrijkste. Ja, dan heb ik denk ik nog wel een vraag over mijn weekmenu. Gevarieerd, dat lukt wel. Vis vind ik eigenlijk altijd nog het lastigste. Misschien omdat ik het van huis uit niet veel heb meegekregen. Maar wat is nou jouw tip om toch goed vis te verwerken in mijn week? Vis hoeft niet per se bij de warme maaltijd verwerkt te worden, maar kan ook bijvoorbeeld als lunch worden verwerkt in de vorm van een salade, tonijnsalade. Nee. Of voor op brood, dat je kunt tegenwoordig tonijnsalade of makreel en tomaten, zou je ook heel makkelijk op je brood doen en dat als lunch eten. Ja, daar kan ik wel mee, dank je.